Goedenavond. De koning is aan zet. Zeker nu hij alle partijvoorzitters ontvangen heeft. Afwachten welke uitweg hij ziet uit de politieke impasse in ons land. Vanmorgen sprak de koning onder meer nog met Paul Magnet van de PS. En deze namiddag was het de beurt aan Joachim Koens van CD&V. Wendelin Rutte van Open VLD was de laatste in de rij. CD&V-voorzitter Koens blijft alvast ijveren voor een regering met N-VA en PS. Maar volgens hem is er nu eerst tijd nodig om het vertrouwen te herstellen nadat PS-voorzitter Magnet een coalitie met N-VA had uitgesloten. Het is wel problematisch op vandaag, inderdaad, over de manier waarop het gelopen is. Maar we moeten natuurlijk een zekere tijd gunnen om te kijken wat nog mogelijk is in ons land. We hebben altijd gezegd dat meerderheden die groot zijn aan de twee kanten en de grote partijen betrekken, dat dat goed is voor de stabiliteit van het land. Dus waarom zouden we dat uitsluiten, moest dat toch nog kunnen? En ze hebben er genoeg van. De directeurs van de secundaire scholen uit het katholieke onderwijs. Want naast de door de overheid opgelegde veranderingen die ze moeten doorvoeren in het middelbaar, wordt er ook bespaard. En zo kan het niet langer, vinden de directeurs. Ze willen overleg met de minister van Onderwijs, Ben Weitz, en liefst zo snel mogelijk. En dat overleg komt er ook, dat bevestigt de minister. Je kiest een feestdag. Neem je bundel erbij dat je kan gaan zoeken. Een les over feesten in het derde jaar verzorging voeding in deze school in Leuven. Maar geen feesten voor de directeurs van de scholen. Ze zijn bezorgd over de modernisering in het secundair onderwijs. Die is er nu al in het eerste jaar en wordt elk schooljaar verder uitgerold. Op dit moment is er niks. Er zijn geen leerplannen voor de tweede graad dan. Wij weten ook niks over een ontwerp van leerplannen. Ik heb de vraag deze week nog gesteld aan mijn directie van kan ik ergens een ontwerp vinden, maar ook zij hebben nog niets gekregen. Dat Vlaanderen nu minder middelen voorziet, vinden de directeurs van het katholiek onderwijs niet kunnen. Ze vragen in een open brief aan de minister net meer omkadering om de scholen klaar te maken voor de vernieuwing. Ik denk dat we uiteindelijk hetzelfde nastreven. Het excelleren is iets wat maatschappelijk van belang is, wat de minister heel belangrijk vindt, maar wat wij zelf ook heel belangrijk vinden. Maar laat ons dan in dialoog zoeken naar de nodige middelen om dat ook te kunnen realiseren. Minister Ben Weitz nodigt de directeurs uit voor overleg. Hij geeft wel toe dat er bespaard moet worden in het secundair onderwijs. Welke verdachten van de aanslagen van 22 maart 2016 zullen moeten terechtstaan? We weten het nog altijd niet, want de zitting voor de raadkamer hierover vanmorgen werd meteen weer uitgesteld. Enkele van de advocaten van de verdachten willen eerst meer onderzoek. Wat ze precies vragen, wilden ze niet in detail zeggen. Er waren ook enkele tientallen slachtoffers aanwezig en zij vinden het jammer dat de zaak wordt uitgesteld. We hadden allemaal toch gehoopt dat we nu verder konden gaan, dat we dit stuk van de inbeschuldigingstelling ergens langzaam kunnen afsluiten. Maar oké, we moeten de wet respecteren voor iedereen. Dat is een stuk van onze democratische waarde die we over lange tijd opgebouwd hebben. En het terrorisme gaat dat niet kapot maken, dus we respecteren dat. De Raadkamer van Antwerpen heeft wel een beslissing genomen in de zaak van de gasexplosie aan de paardenmarkt in Antwerpen, nu 2 jaar geleden. De huurder van het huis zal voor de rechter moeten komen omdat hij wist dat een gasleiding hersteld moest worden en daar zelf ook voor moest zorgen omdat hij onderverhuurde. De ontploffing verwoestte 3 huizen en 2 mensen kwamen ook om. Engels spreken, een jobaanbieding hebben en genoeg geld verdienen. Alleen wie aan die eisen voldoet, is nog welkom in het Verenigd Koninkrijk om er te werken. De nieuwe regels gaan volgend jaar in. Ze gelden ook voor burgers van de Europese Unie. Pas enkele weken geleden zijn de Britten uit de Unie gestapt en ze hebben hun nieuwe immigratiewet nu al klaar. Een Bulgaarse verkoper van de daklozenkrant, die is niet langer welkom. Een wetenschapper die afkomstig is uit Spanje, zij wel, want ze behoort tot een categorie waarvan de Britse regering er meer wil. Ze werkt aan een universiteit die haar werk wil geven. Ze verdient meer dan 25.600 pond of 30.100 euro. Ze is opgeleid en ze spreekt Engels. The system that we are introducing is about the brightest and the best. We want to encourage people with the skills, the right talent to come to the UK. And we do want to end and reduce the level of numbers of people that have been coming to the United Kingdom with low skills. Anna en Iwona uit Polen zullen mogen blijven, tenminste als ze al langer dan 5 jaar in het Verenigd Koninkrijk wonen.
We blijven in datzelfde Verenigd Koninkrijk, want in Londen zijn gisteravond de Brit Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Britse muziekprijzen. Billie Eilish was de grote winnaar. De Amerikaanse zangeres van 18 werd bekroond als beste internationale vrouwelijke artiest. En in Londen bracht ze, dat hoorde u, ook een live versie van haar nieuwe lied, No Time to Die. De titelsong is het van de nieuwe James Bond film. En nog in Londen opent deze week een bijzondere tentoonstelling met werk van de Belgische schilder Léon Spilliaert. Het is de eerste keer dat Spilliaert een eigen tentoonstelling krijgt in de Angelsaksische wereld en dat bijna 75 jaar na zijn dood. Straks in het journaal van 7 uur brengen we alvast een bezoek. Bedankt voor het kijken nu en een fijne avond. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.